Meneer Van Mechelen, u bent de voorzitter van de businessclub. Een belangrijk gegeven toch wel bij een topclub zoals Top Volkeland Antwerpen. Ja, zeker en vast. We zijn met de businessclub begonnen op een moeilijk moment van Top Volley Antwerpen, wanneer het financieel iets minder goed ging. Waarom stichten we dat? Om sponsoring binnen te halen. Maar niet alleen zuiver sponsoring, ook wij willen sponsors als partners in de club hebben. En dat zie je vandaag een beetje, dat heel veel mensen naar hier komen. Niet alleen om te netwerken, maar ook omdat ze een partnership met ons willen aangaan. Niet alleen voor dit seizoen, ook op lange termijn. Hoe kunnen mensen deel uitmaken van de club, zal ik zeggen? Dat is heel simpel, door te betalen. Maar zo simpel is het niet. Wij hebben verschillende pakketten die we aanbieden. Voor een bepaald bedrag ben je lid van de club, heb je recht om op de middagen, want we organiseren nu ook netwerkmiddagen en evenementen, om daarop aanwezig te zijn. Daardoor krijg je ook bepaalde seats tijdens de wedstrijden en begint dat meer en meer te leven. En een kleine sponsor van vandaag kan misschien door interesse een grote voor de toekomst zijn. Hè? Tot slot, dan ga ik verder laten netwerken, zoals dat dan heet. Sportief gezien, er staat een hele nieuwe ploeg. Dus het is misschien wel even afwachten. Wat gaat het dit seizoen worden? Ja, dat is een beetje onder ons een druk ook. Hè. Als je geld in een club, of je overtuigt mensen om geld in een club te steken, moet de club gezond zijn. We hebben een beetje een moeilijke jaren gehad door overinvesteringen en sportieve successen. We zijn met een nieuwe ploeg begonnen, omdat we het budget serieus teruggedraaid hebben. Ik denk dat we een goede ploeg hebben. Niet om aan de kop te spelen, maar dat is ook niet de bedoeling. Wij gaan voor een derde, maar hopelijk vierde plaats. En dan spelen we nog altijd Europees. En ik denk dat met de aanwinsten dat we een zeer goede ploeg hebben.